Hallo, het is nu 7:45, dus straks begint de voorstelling en we wensen jullie in ieder geval veel succes. Jullie zijn een fantastische groep en we zijn ervan overtuigd dat het heel goed zal zijn. Ja. Toi toi, we duimen. We duimen. Beste leerlingen, ik zit hier in de babbelbox en jullie waarschijnlijk nu in de bubbelbox. Want het is nog een kwartiertje eer het begint. We wensen u veel succes. Bye bye. Ik ben de mama van Eva en ik verwacht er heel veel van. Ik ook. Veel plezier, tot straks. Hallo schatte bolletjes, dat Eva en Arnoud. Het gaat hier al een super avondje worden. Ik heb zelfs mijn broertje meegebracht. En ik weet dat jullie dat super hebben gedaan. Super voorbereiding, top avondje. Dag! Hallo. Wij zijn Lore en Matthijs. En wij gaan Imagine Dragons zingen straks. En wij gaan Rockwheel. Voilà. Dat is super cool. Inderdaad, serieus. Ja. Oké. Ja, dus dag! Doe ja, het was echt super leuk en het was leuk om de repetities om het daar te doen. Ja, we verwachten veel van de act. We zijn met de hele klas bezig aan een voorstelling, een dans met zang ook. En we hebben dat heel lang gerepeteerd, dus ik hoop dat het goed wordt. Wij worden echt het beste optreden van heel de avond. Ja, gewoon het allerbeste. Niemand van ons bieden. Ja. Okay. We zijn in en we verwachten echt super veel talent van. Het is altijd zeer goed, dus dit jaar ook weer. En er zijn ook heel veel mensen die we kennen. En we wensen ze super veel succes, want ze gaan dat super goed doen. En ook al de rest natuurlijk. En we gaan even nog iets uit. Ja, Eva wens ze ook heel veel succes. Om er echt zin in. Lisa! Het wordt super cool en we houden van je. We zijn hier op de fans. Hallo, wij zijn Leontientje. Linde. Hey Honi. Het gaat goed zijn, ja. Ja, we verwachten eigenlijk heel veel. Het zal heel spannend worden. Ja. Net zoals heel kritisch zijn. Ja. Dus doe maar je best. Ja, ik ga mijn bril aan. Net als vorig jaar. Ja, voilà. Wij zijn de Goede Sklerkers en wij verwachten veel ambiance en spektakel. Ja, spektakel. En wat verwacht jij dan? Ja, iets origineels. Een zeer goede avond. Ik verwacht van deze kleine kunstavond opnieuw een schitterende avond. En ik kijk vooral uit naar het optreden van de band. Het schijnt dat ik de manager ben van de band. Goedenavond. Hallo. Hallo jongen. Wat verwachten we? We verwachten er veel van. Dat leuk is, maar niet ongelooflijk lang duurt. En dat beter is dan volgend jaar. Ja. Ja. Met veel pintjes. Hallo jongen. Inspecteur de Bond en inspecteur de Wolf. En we hebben een kleine vaststelling gedaan. We hebben de dader, maar we hebben zijn naam niet. Dus als u tips hebt over de dader van de moord, kunt u die altijd op het volgende telefoonnummer achterlaten. Heb je een telefoonnummer? Geen telefoonnummer. Kan je een telefoonnummer? Heb je een telefoonnummer? Heb jij een telefoonnummer? Wat, kun je dat niet doorschalen naar de centrale? Nee, we zitten al op de vaste lijn. Sorry. Oké, ja. Bedankt. Hallo! Hey! Hey. KKA is super mooi. En Hanna heeft mooi gespeeld op gitaar. En maar ik heb zo te wolven om dit op te staan. Maar straks moet ik nog dansen op de NL. Oh, okay. Ja. Tada. Bye. Yo, dit is nooit wat. KKA. Maar wat doen we dan met af? Ja.
We waren dat zeker nooit in dat shit. Ja, ik vond het echt leuk. Ja, allemaal de acts eigenlijk. Toffe dans, toffe zang. Grappige sketch. Leuk toneel. Ik heb genoten en ik ga eigenlijk tevreden naar huis. Ah ja, en die kuk op het podium, dat is niet van ons. Niet van ons. Nee. Dat was super leuk. Ja, dat was echt mooi. Ja, het was een leuke sfeer en zo, maar ik hoop van. Ja, dat was echt leuk. Ja. Wij vonden het allebei een heel geslaagde avond. In vergelijking met de vorige jaren, een heel stuk niveau. Wat moet jij ervan hangen? Wel, ik vond het een avond. Toch niet waar! Vanzelfsprekend. En ik zal zelfs zo zeggen. Ja, dat is ongelooflijk awkward omdat we een kleine awkward hebben. Dat ik wel. Nee, maar heel geslaagde avond, schitterende organisatie. Ook een schitterende aula. Natuurlijk wat mogelijk is gemaakt met ons geld. Maar, het is best als het goed. Het is een zeer leuke avond. We gaan nu onze top 3 geven. Nummer 1. Radioactive. Tuurlijk. Ja. Van Lauren Roos en Matthijs Stans en nog een paar andere mensen. Ja, ook andere mensen, maar zij waren natuurlijk een massa. Nummer 2. Jade. Met haar knappen. Dat was een heel cool. Jade was zalig. Dat is een coole moves. Die moves zijn net en super handig. Ja. Dat was super. Daniel ook. Ja. Goede. Wil je iets zeggen, Julie? 6 seconden. Ik vond eigenlijk de beste van allemaal Victor. Ja, ik vond dat een schitterend bedankt. Fantastisch. Ik vond de beste mijzelf toch wel, natuurlijk, ja. En de tweede beste vond ik wel Guillaume. In de schoolband. En de derde beste, jij alleen. Ah ja, want eigenlijk vond ik wel de drummer van de school toch ietsje beter dan jou. Maar het was anders, ja, het was gezellig. Super zand. Zitten ze een half uurtje? Ja, dat was zo. Wat vond je van de KKA? Het was een heel leuke en gevarieerde avond. En er zaten heel leuke stukjes. Wat vond je van je dochter? Ook goed, maar Luigi vond ik de beste. Dat is Louis de Bakker met zijn accordeon. Dat is het nummer 2. Toppie, tussen dan. Hoe wil bij Ellen? Ah, ja, Lisa was ook. Ja, ik vond de KKA zeer geslaagd. Dus dat is waar ook zeer goed. Op onze act vond ik het ook zeer goed dat de mensen zo vanzelf worden gekloppen. Want dat ik echt heel erg was. En ja, de dansers waren ook heel goed. Echt alles was gewoon perfect gelopen. Van je weg bij. Go! Oké. Okay. Ik vond de KKA super leuk. Het was super leuk, hè. Het was super cool, super gaaf. Wat vond je het mooiste? En de accordeonist. Louis. Ja, Louis en ook jullie. En het meisje met de blonde haren van gisteren. Mission van de haren. Oh ja, en de hip-hop vond ik heel goed. Ah, de hip-hop, ja. En de salsa? De salsa was goed. En hoe de twee jonge meisjes. Ik ben aan het praten. Sorry. De twee meisjes van het eerste.
Heel dapper. En Arnold en Eva zijn dream team. Ja, ik vond dat echt. Ik heb gezegd tegen Arnold. Ja. En tegen team Eva. Dat heel gedaan, heel duidelijk te praat. En nu sluiten we af. Nee, nog niet. Het helpt erop af. Nu sluiten we af. Nee. Twee oogjes op dat. Ik vond het echt wel heel leuk. En volgend jaar komen ze. Dag. Hier zijn de mama's. Ik ben hier al een keer geweest voor de show en ik had gezegd dat ik er heel veel van verwachtte en ik heb heel veel gekregen. Mijn verwachtingen zijn ingelost. Dank u wel. Ik vond het fantastisch, mega, super en ik denk dat ik volgend jaar terug ga. Het was een prachtige performance van iedereen. Ik wil juist nog toevoegen dat de mama van Arnold op Riet, maar zij zou zeker juist hetzelfde gezegd hebben. Daar! Nee, jij bent de mama van? Eva. Mama van? Soutkin. Mama van Charlotte en Tim. We zijn fier op onze kinderen. Daar! Doei! Hallo, ik ben Arnoud. En ik ben Eva. En wij waren dit jaar voorzitters KKA. En we hebben er ongelooflijk hard van genoten. We zijn zo blij dat alles goed gelopen is. En we verlangen al naar de tweede keer dat we het nog een keer doen. Vooral op die reacties. Ja! Nee, alle complimentjes, merci iedereen. We zijn super trots op onze werk, op de artiesten, op techniek, op alles. Op iedereen die aanwezig was. Dankjewel. Merci. Kus.